Laatst op stream speelde ik Call of Duty Modern Warfare 2, de nieuwe versie. En die beviel niet helemaal. Schiet even de counter uit. Oeh! Stop met reloaden, je stupid fuck! Waarom wilde niet per se die reload afmaken? Waarom kan je hem niet je reload cancelen door te sprinten? Jezus, wat een kutgun is dit, man. Je zou zeggen, hij klinkt tering heftig. Nee, gewoon niks killen, joh. Alleen maar SMG. Waar dacht ik ook eigenlijk aan? Creatief te zijn in Call of Duty? Nee, joh. SMG's. Alleen maar SMG's. Oké. Okay. Nou, weet je wat? Dit gaan we gewoon nooit meer doen. Can I uninstall this game? I would like to have my gigabytes terug. Blijkbaar ben ik niet de enige als ik de Steam reviews mag geloven, want 55% van de bijna 32.000 user reviews zijn positief. Dat is kiele kiele. Toen dacht ik bij mezelf, oké, dit spel kost 70 euro. Veel geld om het dan niet naar je zin te hebben. Dus ik wil met mezelf een soort weddenschap aangaan. Wedden dat op deze website met browserspelletjes, dat ik het hier meer naar mijn zin kan hebben dan een spel van 70 euro. Fields of Fury ziet er wel geinig uit. And we're off. Het loopt verbazingwekkend nog ook goed ook. Wat ben ik? Rood? Ik ben blauw. Oké, blauw. En ik zie op een stipje rood. Bah, hij gooit een granaat! Had ik hem? Haha, tuurlijk had ik hem. Capture the flag. Kan ik ook sprinten? Your team took the flag. Ik heb een pistool, ik heb een granaat, ik heb een knife. Ik kan niet sprinten, maar we lopen al aardig snel. Dus ik acht dat het ook niet nodig is. Oeh, er loopt er een. Oh, daar ben ik. Of dat zijn wij. That's easy. Het is zonder buk. Zonder glij. Daar loopt er een. Pak het. Ga erachteraan. Bap. 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 Easy. Next. Who's next? Oh, er zit een vlag hier. Zit hij hierboven? Oeh, een sniper rifle. Don't mind if I do. Ik glij van het dak af. Oh, daar rechts. Die was mis. Is dit een one shot? Ja, toch? Schiet ons even lekker mis, papi. Auw. Ga wel naar beneden. Quickscope hem wel op deze manier. Hallo. Wie gaat's? Hallo? Ah! Lekker een raket voor mijn muil. Pap, 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 pap. Ik heb één schot. Oké, hij had blijkbaar meer HP dan ik had verwacht. What the fuck? Er zijn niet veel spelers, though. Maar wat verwacht je ook? Ik klik letterlijk iets aan, willekeurig op het internet. En dan zou het ineens veel spelers moeten hebben. Oh, we hebben gewonnen! Hoi, 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 hoi. Oké, daar gaat hij. Achter een muurtje. Hij is fucking snel! Oeh, je kan bunny hoppen. Soort van. Oh mijn god, hij rent me er gewoon uit. Ja, hij heeft nu de flag gecaptured. Man, gooit alleen maar granaten. Krijg ik nu de echt complete scheid van. Ik ga machine gunnen. Misschien dat dat werkt. Ja, toch. Oké, ik heb het hier ook niet mee naar mijn zin. Die gast zit alleen maar granaten te smijten en weet me er nog mee te killen ook. We kiezen een ander spel. CS Online? CS 1.6? Shit, daar ben ik mee opgegroeid, man. Is dit for real? Dit werkt daadwerkelijk echt? Rot op. Oh mijn god. Het werkte in een browser. What the fuck? Nee, dit meen je. Waarom mag ik niks kopen? 4? 4? 4? Please register to access the rank system cash shop and perks. Wauw. Oké, dan moeten we het met de Glock doen. Oeh, het springen is wel echt trash. Misschien kan ik gewoon iemands shit oppakken. Met shift kan je stil lopen. Wauw, het werkt nog echt ook. Wat goed dit. Gun, gun! I got a gun, een Galil. Links, hij zit links. Die pose. Uiteraard zit hij links. Mag ik die gun?
G? Oh, de animaties kloppen ook gewoon nog. Er zit er eentje hier binnen. Tenminste, iedereen loopt gewoon hard. Bomb planted. Oh my god. We're doing it. Oké, de bug animatie is wel vertraagd. Voor de rest is het gewoon allemaal hetzelfde. Wat fucking briljant dit, joh. Ik wil zeggen dat ik voetstappen links hoor. Ja, het geluid is... Ja, het geluid is niet, zeg maar, directional. Dat is wel een dingetje, want ik hoorde constant links iemand. En ik zat er van, huh? Maar de enige plek waar je, zeg maar, kan vallen en fall damage kan krijgen... Dat is bij die brug van mid... Nou, of die brug van short naar mid... Ja, yeah, ik wist mijn fucking routes nog. Alleen ja, het geluid is gewoon niet heel accuraat. Au. Je granaat gooien voelt ook een beetje scuf. Dat ben ik, Pipo. Ik ben geflashed. Oh, hoppa. Ik heb hem gewoon nog, hoor. Oh, dat is een teammate. Sorry. Easy. Easy. Oh, staat er een mid. Flash hem. Flash out. Pap. Hij moet wit zijn. Ah, ik had de tweede niet. Goeie poging. Wauw, gewoon CS 1.6 in een fucking browser. Dit slaat absoluut alles. Ik weet ook geen eens waar ik sta in deze ranking. Maar het feit dat dit gewoon in een browser kan... gaat echt mijn pet te boven. Dit streelt de nostalgie voor mij. Dus dit is sowieso een pluspunt. We gaan naar de volgende game. Dit is iets genaamd Pixel Gun 3D. Meestal deze simpele spelletjes die zijn erg gefocust op gameplay wat dat betreft. Dus die spelen hoogstwaarschijnlijk heel lekker weg. Ik ben ingespawned. En what the fuck heb ik? Ik heb een pistool. Bap. Easy. Oh nee. Oké, deze game is toch best wel scheid. Bap, bap, bap. Oh, het is team deathmatch. Oh, dat was een enemy. We're a gun. Oké, deze gunnen of deze game is wel scuffed. Ik had goede hoop. Is scuffed, helaas. Ja, toch? Dikke vette rocket launcher. En alsnog schiet ik alles mis. Ja, toch? Where enemy? Plus de mouse sensitivity is ook iets waar je echt gewoon u tegen zegt. Ja toch, papi. Oké, deze game is scheid. Dit is Forward Assault Remix. Oh, je moet per se reloggen of inloggen. Ah, oh, dat vind ik wel scheid. Game ziet er wel goed uit, hoor. Oké, het registeren was eigenlijk best wel snel gedaan. Dus dat probeer je niet. Buy gear, pistols, etc. Ik zie dat ik al een AK heb. Wauw, dit ziet er nog best goed uit. Zie ik? Oké, shift is bukken voor een of andere reden. Er is geen sprint. Maar dat je echt zo accuraat iets kan namaken. Of iets kan maken. Met sensitivity en echt alles bijbehorend. Dat vind ik gewoon heel erg knap. Ja, toch? Sterf eens. Prima animatie. Oh, die guy rent snel. Heb ik ook nog iets anders? Een mes waar ik sneller mee kan lopen of zo? Of is dit het gewoon? Oh, links. Zijn het zombies? What the fuck zijn... Oh nee, ze hebben gewoon... oranje handschoenen. Gekke geit, joh. Doe eens niet. Doe eens niet. Au, au, au. Ja, je kan gewoon rennen en schieten. Dit is voor de recoil, maakt dat niet zozeer uit. Zie je, het blijft allemaal best wel op dezelfde plek. Dus dat is wel een minpuntje. Maar ja, aan de andere kant, het is een browser game. Wat de fuck verwacht je? Oh nee. Brrr, gun goes brrr. Hier, gewoon lekker sprayen. En die animaties, als ze geraakt worden, zien er gewoon zo geinig uit. Oh, wat is dit? Een val? Daar zeg ik geen nee tegen. Klak, klak. Lijkt echt gewoon Call of Duty animaties. Ik
Oké, de val heeft wel een grotere spray. Maar dan laten we de pret niet drukken. Want volgens mij heeft de FAL wel gewoon pittige kogeltjes. Oké. De FAL is dikke vette scheid. Ja. Ik schiet op uw benen te schieten, hè. Kom eens terug. Wat is mijn HP? 31. Joh, easy. Ga je ook door randjes heen schieten bij deze game? Feit dat je ook zoveel kogels nodig hebt om iemand neer te halen is ook best wel heftig. Hoe goed is de pistol trouwens? Of de pistol is echt super underwhelming of de pistol is best oké. Hij is leuk. Maar het is meer vanwege de reload animatie dat hij leuk is. Dat je hem zo... Pauw, flip, slablam. Zeer overdreven. Wel leuk. Wat voor conclusie kunnen we hier uittrekken? Moet je €70 spenderen aan een AAA game om het naar je zin te hebben? Conclusie is nee. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Twee video's staan naast mij. Maak er vooral gebruik van. Dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Tot ziens.